Het is de allerlaatste avond van 3FM Serious Request. Mijn naam is Barend van Delen. Ik ben niet alleen. Ik heb sowieso Dionne de Graaf bij me. Ja. Zit je nog goed? Ja, ik zeg. Oh, het wordt steeds beter. Het wordt steeds gezelliger. En inmiddels heb je ook nog groter gezelschap gekregen. Laat ik eerst even vertellen wie Riton ook weer heeft aangevraagd. Dat was Winston Pus uit Zetten voor 10 euro. Het is vrijdag en mijn broertje heeft zijn zwemdiploma gehaald. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Amersfoort, mag ik de handen op elkaar en heel hard voor niemand minder dan de man, de man, de legend, Nicky Romero! Nicky, man, wat geweldig dat je er bent. Ja, superleuk dat ik er mag zijn, man. Hartstikke tof. Het is allemaal heel last minute. Ik had je vanmiddag even geconnect en je bent er gewoon. Fantastisch dat je gewoon weer komt. Ja, ik was in de studio bezig. Ik was een nieuw intro aan het maken voor Enzo Knol, voor zijn vlog. En ik had dat beloofd vandaag af te maken. En toen kreeg ik een berichtje van Barend. En ik denk, ja, ik moet gewoon gaan. We moeten dit regelen. Dat is supergezellig. Het is ongelooflijk. Ja, Dionne, is wel even leuk voor jou om te weten. Nick en ik zijn ooit 20 jaar geleden in dezelfde kroeg een beetje samen begonnen met plaatjes draaien. Waar was dat? In Veenendaal. Hij is letterlijk aan de, hij is letterlijk aan de andere kant van het glas geëindigd dan ik, zoals je kan zien. Goed. Dus het is fantastisch en ik vind het een grote eer dat hij er is. Nick, wat gaan we allemaal doen? Want ik heb allerlei dingen gehoord. Je hebt iets bij je voor de veiling ook, heb ik gehoord. Ik heb iets bij me. Ja, je kan natuurlijk niet met lege handen komen, jongens. Helemaal niet in het glazen huis. Dus ik heb iets meegenomen. Het is namelijk een bijzonder moment voor ons platenlabel Protocol Recordings. We bestaan 10 jaar. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. En ik heb een ontzettend mooi team die me de afgelopen jaren heeft mogen helpen hiermee. Ja. En we hebben een speciale vinylbox met alle belangrijkste en mooiste releases op ons label met een heel boek erbij hoe ze zijn ontstaan. En dus ook echt een echte vinyl waarmee je dus al die platen thuis op een platenspeler, misschien wel bij je vader en moeder, bij je ouders, kan afspelen. Oh ja. Dus dat is een heel mooi moment voor ons. En deze gaan we weggeven, gesigneerd uiteraard. Ja. Je mag zelf zeggen wat ik erop zet en dan komt het helemaal goed. Nou, zet er wat leuks op. Doe er een krabbeltje op. Gaat nu naar 3fm.nl/veiling. Die moet voor een heel groot getal weg en dat gaat ook wel gebeuren. Ondertussen, voordat jij zo meteen 10 minuten gaat rammen, hebben wij Maaike aan de telefoon. Maaike, goeie avond. Hallo. Maaike, wat een toeval. Wat heb je ook alweer aangevraagd en vooral waarom? Ik heb Stay a Little Longer aangevraagd, want ik dacht het is vrijdagavond en er moet wel een beetje pissa zijn voor die Zeker. Laatste avond. Zeker. Maaike is een kenner en Maaike heeft ook wel echt een hele goede smaak. Maaike, ik weet niet waar je dit hebt opgepikt, maar ik ben super trots op je. Heel vet. Nou, Maaike is gewoon een echte connoisseur, een echte liefhebber, denk ik, hè? Waarschijnlijk wel. Ja, precies. Ja. Maaike, je moet een keer naar de show komen. Ik ga het regelen voor je. Supergoed. Nick, je hebt volgens mij alles om handen. Je bent vanavond niet de enige die gaat draaien. We hebben later vanavond hebben we nog Wild Styles. Lekker. We hebben Feest DJ Ruud. We hebben Beerfront, we hebben Psychopunks, we hebben nog Bilal Wahib. Dus het wordt echt een te gekke avond. Maar jij bent de eerste die de DJ-set gaat aanraken. Weet je wat ook super toevallig is? Hè? Wild Styles komt gewoon uit Veenendaal, jongen. Dat is gewoon eigenlijk mijn buur, jongen. Ja. We wonen ook ongeveer naast elkaar. Dus het kan, en jij komt dan ook nog eens uit dezelfde buurt. Het is, we trappen dit wel goed af zo deze avond. Het is midden Nederland laat zich horen en laat zich zien. Hè. Het is niet te geloven. Ongelooflijk. Nick, ik ga de boel loslaten. En ik ga het de komende, nou, wat zullen we zeggen, sowieso een minuutje of 10 ga ik aan jou geven. Dankjewel voor je komst. Je moet me echt achter de DJ moet wegtrekken, anders ben ik gewoon niet weg. Nee, dat weet ik. Ik weet wel dat je morgen een keertje naar Antwerpen moet. Hey, dat klopt. Dat is klopt. Waar.